Kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl We hadden vandaag te lang te maken met druilerig weer... maar in de loop van de middag trok er een actief koufront over het land. Dat koufront is op deze radarbeelden al te zien. Het ligt dan voor de kust en uh, ja, dat ging gepaard met forse windstoten. Uiteindelijk op Vliegveld 16 hoven zelfs een windstoot van 122 km per uur. En dit is het koufront. Dat lijntje met de zwaarste neerslag. Vanavond trekt het via de Oostgrens naar Duitsland dan komen we in koudere lucht terecht. En die koude lucht die gaat gepaard met uh, steeds vaker ook sneeuw. Want als we op deze modelkaart opnieuw dat koufront tekenen, dan zien we dat daarachter buien zitten met sneeuw. En die komen allemaal onze kant op. Het zal niet allemaal sneeuw blijven. Het zal ook van tijd tot tijd regen of natte sneeuw vallen. Maar ook hagel en onweer zijn mogelijk. We gaan dus naar een wisselvallige periode met lagere temperaturen. Vanmiddag was het namelijk 6 tot 8 graden. Nou, dat gaan we voorlopig niet meer terugzien. Komende dagen liggen de maxima tussen de 2 en de 5 graden. We zien inmiddels de modelkaarten bewegen. Van tijd tot tijd sneeuw boven Nederland. Eigenlijk allemaal sneeuwvlokjes. Ook sneeuwval weer in het Alpengebied. Vrijdag trekt er een gebiedje met wat vaker regen over. En dan komen we langzaam bij het weekend terecht. En dan zien we dat nog steeds een lage drukgebied dichtbij ligt. En het hangt uiteindelijk van de exacte positie van dat lage drukgebied af. Of het ook een wintersweekend wordt. Of dat we net aan de zachte kant zitten. En er dus een grotendeels regen gaat vallen. Dat komen we waarschijnlijk morgen meer op terug. Dat is nu nog moeilijk in te schatten. Voor vanavond is het wel helder, het regengebied trekt naar Duitsland weg en later in de avond komen er vanaf de Noordzee winterse buien. In eerste instantie regen en hagel, maar later in de nacht wordt ook de kans op onweer groter en doordat de lucht steeds kouder wordt gaat er ook vaker sneeuw bij zitten. Kijk dus niet gek op als je morgenochtend de gordijnen open doet en het is plaatselijk wit. Ik ga ervan uit dat het hier en daar echt glad is en dat het ook een drukke ochtendspits gaat worden. Temperaturen komende nacht tussen de 0 en de 3 graden. De wind blijft vooral aan zee stevig waaien met windkracht 7, af en toe windkracht 8. En daarbij horen dan ook forse windstoten. Vanmorgen in de loop van de dag gaat de wind langzaam afnemen. De temperatuur krabbelt ook wat op. Naar zo'n 2 tot 4 graden. En dan zien we in het westen en zuiden dat er voornamelijk regenbuien vallen. Af en toe met natte sneeuw. En in het noorden, oosten en misschien ook midden zal er wat vaker sneeuw bij zitten. En daar is de kans op uh, witte wegen groter. En dus opnieuw ook kans op gladheid. Ook onweer en hagel blijven mogelijk. Het wordt een zeer uh, wisselvallige dag. Bij temperaturen zoals gezegd 2 tot 4 graden. Vrijdag. Dan wordt de kans op regen duidelijk groter. In het oosten en noordoosten waarschijnlijk ook nog wel enige tijd sneeuw. En uiteindelijk 2 tot 5 graden. En het weekend is dus nog onzeker. Ik ga uit van winterse buien. Maar ook van tijd tot tijd zon. Het wordt minder grijs. De wind is ook rustiger. En temperaturen dan 2 tot 4 graden. Dan tot slot nog even de sneeuwkansen. Voor de sneeuwliefhebbers. Morgen 100% kans. Daarna zien we dat de kansen afnemen. Maar zeker niet verdwijnen. Oftewel, de winterse buien blijven. Echt winterweer met temperaturen overdag onder nul, dat lijkt nog niet heel snel te gebeuren. Al hint een enkel model wel die kant op. We wachten het rustig af. Eerst morgen de winterse buien verwerken. Denk aan de kans op een hele druk ochtendspits. Als je ergens echt op tijd moet zijn, ga dan op tijd ook weg. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.